De nieuwe mode Ranked is echt geniaal en iedereen speelt het belachelijk veel in Brawl Stars. Dat is echt niet normaal, alleen ik ben een van de weinige spelers die dat nog niet zoveel heeft gedaan. Nee, want ik heb namelijk vooral gepusht voor trofeeën, zodat we bijna op de 60.000 zitten. Maar dat zijn we nog net niet, dus dat komt eraan. Maar dan ook, omdat ik nog niet zoveel heb gepusht in Ranked, zitten we nog maar in zilver 1. Maar daar gaat nu vandaag verandering in komen. Ik ga namelijk spelen met twee pro's. Die zitten allebei op een tweede account om mij te helpen. We zitten namelijk bij met James. Die heeft net verlaten. Dat is deze. Profiel moet ik bekijken. 72.000 trofeeën. En hij zit dus nu op zijn mini. Die heeft ook gewoon 20.000. En we hebben nog een pro-speler. Vince Tommy. Die heeft ook meer dan 60.000 trofeeën. En met hun twee gaan we gewoon laddermodus spelen op een laag niveau. En gaan we iedereen slopen. Dat kan haast niet anders. En gaan we dus allemaal ranked starter-ups krijgen. En dan gaan we eens kijken hoe ver we kunnen komen in 1 uur tijd. Ik zet de timer zo meteen op 1 uur. En dan gaan we zien hoe ver we gaan komen. Ja, misschien dat we wel diamond gaan halen. Dat zou echt ziek nice zijn. Maar voordat we dat gaan doen, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes zou ziek nice zijn als dat gaat lukken op deze video. En abonneer, blijf op de hoogte van al mijn video's. En als jij natuurlijk de nieuwe pass koopt, wat in verhouding natuurlijk de beste deals in Brawl Stars, gebruik de code BOUS. Wordt gewaardeerd. Ja, de Brawl Pass of de Brawl Pass Plus. Ja, het kan natuurlijk allebei. Maar in principe kunnen we gaan beginnen. En dan gaan we eens kijken hoe het gaat met deze twee pro's. En het leuke is dus wel dat we dus met twee pro's spelen. Maar ze spelen allebei op een mini-account. Misschien hebben ze daardoor wel wat minder keuze qua knokkers. Dit betekent dat wordt vernietigd. Oké, dan hebben we een afstandknokker nodig. Ik denk, oh, Jesse kan denk ik op zich wel. Dan doen we het zo. Maar ze hebben dus denk ik qua krachtlevels iets minder hoge knokkers. Maar ja, omdat we nu op laag niveau zitten, maakt dat voor nu nog iets minder uit. En ik denk echt dat we veel tegenstanders komen die niet zo heel goed zijn. Dus ik denk dat we de eerste vooral half uur knijtersnel door alles heen gaan. Door alle niveaus. Dat denk ik wel, om eerlijk te zijn. Oké, ik ga hier even damage doen. Die M's, kunnen we die hebben? Daar is een bol. Een bol in deze mode, op deze manier. Dat werkt echt voor geen meter. Sowieso niet. Ja, ik vind het helemaal mooi. Prima, want dan gaan we dit potje gewoon makkelijk winnen. Even uitkijken voor die bol weer. Maar die hebben we nu wel gekild. Ja, inderdaad. Dan heb ik gewoon weer mijn super. Kan ik mijn hyperkracht er even bij inzetten. Gewoon omdat ik het mooi vind. En dan heeft mijn super mega veel levens. Oh, die boel die gaat nu ondertussen ook dood. Dus die hebben we dan ook te pakken. Dus het eerste potje gaat al meteen veel te makkelijk. Dit is echt te laag niveau gewoon. Eigenlijk had ik misschien dit gewoon al gewoon zelf kunnen fixen. Gewoon dat ik gewoon in tegen met random schrik spelen. Maar ja, dan is het nadeel ook dat het soms wel heel lang duurt om iets omhoog te gaan. En met teamgenoten die allebei gewoon goed Brawl Stars kunnen spelen, dan gaat het vaak wel iets makkelijker. Oké, dan ga ik uiteindelijk nog dood. Ik heb mijn super nog neer kunnen zetten, dus dat is prima. Dan kunnen mijn teamgenoten daar de boel eventjes oppakken. En dan zal ik nu eventjes hier gaan verdedigen. Komt u maar. En hier even wat hits, 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 hits. Even mijn super erbij. En dan kunnen we hier de boel neerhalen. Denk ik in ieder geval. En die M's die hebben we nu ook wel. Top, dan heb ik nog mooi wat kills kunnen maken. En we hebben gewoon lekker gespeeld. Goed begin van deze video. Uiteindelijk jammer dat ik één keer dood ben gegaan. Maar ik heb wel 6 andere gekild en heel veel damage gedaan. En we zijn nu naar zilver 2. Dus dat betekent dat we nu mijn eerste ladder modus star erop krijgen van deze video. Krijgen we de nieuwe Dynamite skin? Nee, we krijgen zo'n Rico spelers pictogram. Is leuk meegenomen. Niet waar ik naar op zoek ben. Ik wil zo'n nieuwe Dynamite skin. Die is echt mega vet. Ja, die wil ik echt snel krijgen. Ik zal dit potje ook nog even laten zien. En daarna ga ik eventjes een aantal potjes voor mezelf spelen. We spelen nu klassiek. Zal ik niet daar zijn? Dat is misschien wel een handige. Voor hier zo. Waar heb ik die? Oh, Nita staat hier natuurlijk. Ja, ik ga wel met Nita spelen. Dynamite en een Spike. Op zich is dit denk ik wel een goed team. En helemaal op dit niveau denk ik echt wel dat we op deze manier makkelijk potjes kunnen gaan winnen. We hebben een Crow, Dyna en een Macy tegen ons. Op zich vind ik dat ze nog best wel een goed team hebben. En ik zag ook dat ze op zich nog redelijk hoog waren qua mastery points. Met de knokkers die ze speelden. In ieder geval die Crow was dat volgens mij. Dus misschien dat het toch nog een beetje lastig kan gaan worden. Zal ik even op mijn hoekje gaan staan. Die Dynamite, die hebben we nu bijna. Ik zal even hier helpen.
En oké, ik doe hier niet heel goed mijn... ik doe wel goed mijn best, maar ik doe niet goed mijn zaken. Nee, ik had daar die Dynamite veel eerder moeten killen. En ik moet gewoon even zorgen dat ik mijn super ga krijgen. Dat zal voor mij ook al een hoop schelen. Want dan kan ik gewoon wat beter pushen. Wat gaat die Maisie doen? Ik zal hier even kijken of we die kroon kunnen hebben. Ja, en we doen wel veel damage aan de kluis. Dus dat is wel erg fijn. Ja, dat is zeker fijn. Ik kan hier even gewoon wat hits doen. En dan hier eventjes om het hoekje gaan staan. Want ik moet namelijk wel eventjes hier helpen verdedigen. Even kijken of we die Dyna nu kunnen hebben. Die verspilt ze super. Dus dat is lekker. Want die had hij ook op onze kluis kunnen inzetten. En dan was dat wel balen geweest. Wat zou ik doen? Nee, ik ga toch even helpen verdedigen. Want anders kan het namelijk wel gevaarlijk worden hier zo. En dan heb ik nu mijn super. En dan kan ik misschien met mijn super nu hier even mooi wat damage doen op de kluis. Ja, ik zal die even daar neerzetten. En dan zet ik mijn gadget erbij. En dat is zeker fijn. Want dan doen we heel veel damage. En dan is het nu wel klaar. Let's go! Oké, ik speelde niet super met Nita. Maar alsnog gewonnen. Dus dat is wel chill. En we hebben weer mooi wat punten erbij. Dus we gaan heel hard alweer richting zilver nummertje 3. Dus ik denk dat goud sowieso moet lukken in deze video. Maar misschien diamond. Als we alles op deze manier winnen, dan gaat dat misschien lukken. Maar ik speel even voor mezelf geconcentreerd. En dan zie ik jullie zo meteen. Nou, we gaan echt als een jekko. We zijn ondertussen weer een paar potjes verder. Ik ga hier net dood, dus dat is jammer. Maar als we dit potje winnen, zijn we weer een zilver niveau omhoog. Dus dat is wel echt mega snel gegaan. Ja, we krijgen ook 500 punten per potje. Dus ja, dit gaat echt als een jekko, jongen. Dit is niet normaal. Oké, hier kunnen we misschien nog kill maken. Nee, is niet nodig. Want we hebben al gewonnen. Makkie. En dat betekent dat we nu inderdaad naar zilver nummertje 2 zijn. Het volgende niveau is al goud. Dus dat gaat echt ziek snel. Volgende laddermodus start erop. En we krijgen een nieuwe spelerspictogram met de slang. Ziet er wel mooi uit. Die spelerspictogrammen zijn allemaal ziek nice die we krijgen. Dus daar is zeker niks op aan te merken. Maar wel een goed begin van de video. Want we zijn echt binnen hoeveel tijd? We zijn, ik zal even de timer erbij pakken. In 10 minuten tijd zijn we gewoon al 2 niveaus omhoog gegaan. Dus dat is wel echt lekker. Nou, ondertussen zijn we 42 minuten bezig. Dus we zijn ondertussen al bezig. En ik zit ondertussen bijna al in goud nummertje 2. Ik heb namelijk een tijdje de camera uitgehad. Maar uit die mythische startup hebben we niet zoveel gekregen. Dus die hoefde ik ook niet te laten zien. Maar vanaf nu gaan we weer ranked startups krijgen. Dus dat is wel erg nice. En dan gaan we eens kijken of we het komende potje ook kunnen gaan winnen. Ja, als het zo doorgaat, we moeten nu wel echt snel veel potjes gaan winnen. Willen we nog diamond kunnen halen. Dan moet ik hierna nog 2 niveaus omhoog. Zou misschien wel kunnen gaan lukken. Wat hebben we hier, grote vriend? De levenspunten zijn allemaal gelijk. Ja, dat is dan wel weer balen natuurlijk. Welke knokken moet je dan kiezen? Feng wordt voorgesteld. Dan ga ik wel met Feng. Want dat scheelt inderdaad voor James en Vince. Want die hebben dan dezelfde aantal levens die ik ook heb. En ik denk dat Feng dan wel een goeie is. Want je kan ook voor Frank gaan. Maar ja, Frank is natuurlijk een knokker die veel meer levens heeft. Maar waar je niks aan hebt in deze map. En je moet wel een knokker zijn waar je een beetje iets aan hebt. Vandaar dat ze dus Feng hebben voorgesteld. Enige nadeel is dat ik niet de speler ben die het meest in zijn leven met Feng heeft gespeeld. Dus dat is jammer. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Want we hebben wel meer levens dan wat de tegenstanders hebben. Dus dat is wel fijn. En ik moet gewoon zorgen dat ik mijn super even kan krijgen. Dan kan ik wat meer pushen. Hoe dan ook, we staan voor. Dus dat is fijn. En dan gaan we zo meteen, als dat zo blijft, natuurlijk weer een ranked starter op kunnen openen. En even kijken of die Larry en Laurie kunnen hebben. Dat zou mooi zijn. Hoe dan ook, ik heb nu mijn super. En wordt daar nu een kill gemaakt? Nog niet. Maar met mijn super kan ik hopelijk hier wat. Dat zou mooi zijn. En die Larry en Laurie heb ik daar wel. Dus dat is helemaal top. En dan kunnen we hier even weer een kill maken. Ja, dat is ook fijn. Oké, dan kan ik nu iets meer gaan pushen. Dat zou top zijn. Oké, helaas ga ik daar dood. Dat is jammer. Maar we staan 10-5 voor. Dus in dat opzicht gaat het nog hartstikke goed. Alleen nu staan we 10... Oh, we staan weer 12-7 voor. En op het moment dat ik het zeg, verandert het de hele tijd weer. Die Larry en Laurie, die moeten we zo meteen even zien te pakken. Want dat kan ik op zich natuurlijk wel makkelijk met mijn super. En ik kan even nu mijn super hier neerzetten. En dan weer. En dit was wel lekker. Een mooie laatste aanval met Feng. En dat betekent dat we dit potje makkelijk hebben gewonnen. En dan zijn we nu bij goud niveau 2. Dus dat is wel nice. En dat betekent dat we weer een ranked starter op krijgen. Ah, weer niet. We krijgen een spelerspictogram. Ja, ik zeg het al heel vaak. Die spelerspictogrammen zijn ziek nice. Maar het is niet waar ik naar op zoek ben. Maar we gaan door. Want we willen natuurlijk nog hoger eindigen.
Nou, ondertussen nog één potje verwijderd en dan zitten we alweer in goud 3. Dus bij het volgende potje krijgen we weer een Ranked Star erop. En we zijn ondertussen 55 minuten bezig. Dus ik denk om in Diamond te komen, dan gaan we uiteindelijk iets meer dan een uurtje bezig zijn. Wat wel jammer is, want het zou wel nice zijn geweest als dat binnen een uur was gevallen. Oh, één van de tegenstanders is geliefd. Maar ik denk dat we alsnog gaan proberen om in de Diamond te komen. Dan zijn we dan maar iets langer dan een uurtje bezig. Hoe dan ook, we moeten even winnen in knokbal. Volgens mij is dit serieus het eerste keer, of de eerste game dat we knokbal spelen. Ja, dat is nog niet vaak gebeurd hier zo. Dan moeten we natuurlijk knokkers zijn die veel damage kunnen doen. Ja, Pearl is inderdaad dan wel een hele goeie. En Griff ook, want die kunnen heel snel heel veel damage doen. En nu heb je modifier dat elke keer als je een tegenstander met 1 ammo raakt, dat je een halve ammo meteen weer terugkrijgt. Dus je kan vet snel heel veel achter elkaar doorschieten. Crow en Spike zijn inderdaad ook goede knokkers hiervoor. Dus dat zijn ook twee die je kan gebruiken. Maar ja, ik ga natuurlijk eerst even met Pearl spelen. En die kunnen we dan meteen gaan gebruiken om hier te pushen, hopelijk. Ja, gaat dat lukken? Dat zou mooi zijn. En oh, dat is jammer dat hij er net niet in gaat. Maar ik denk wel dat ze met z'n tweeën kunnen scoren. Dat kan inderdaad. En dat betekent dat we mooi 1-0 voor staan. Ik zal even mijn gadget aanzetten. En dan ga ik meteen die aan gebruiken om mij aan te vallen. En dat is wel lekker. En, oh, ik had net mijn super, maar die kon ik net niet inzetten. Anders had ik daar nog extra kills gemaakt. Maar ja, maakt niet uit. Dit potje is makkelijk gewonnen. Want ik denk dat ze nu bovenal kunnen scoren. Dat kunnen ze inderdaad. En dat betekent dat we nu in goud nummertje 3 zitten. Ja, dus dat is heel nice. Nog 5 potjes winnen zonder te verliezen. En dan hebben we diamond gehaald. Dus dat is wel ziek nice. Wat krijgen we nu? We krijgen een spray. Ja, ook een mooie spray. Het zijn allemaal mooie rewards die je krijgt. Maar niet waar ik naar op zoek ben. Maar we zijn wel van zilver 1 naar goud 3 in minder dan een uur gegaan. Maar ja, we gaan nu even kijken hoe lang het nog gaat duren voordat we diamond gaan halen. Nou, ondertussen zijn we nog 1 potje verwijderd en dan hebben we het gehaald. Ik ben ondertussen 1 uur en 11 minuten bezig. Dus ik heb al ietsjes vals gespeeld, want ik ben al langer dan een uur bezig. We hebben trouwens ondertussen ook een nieuwe teammate. James is nog steeds mee aan het helpen. James is ook gewoon al meer dan een uur aan het spelen met mij. Dus dat is wel echt heel nice. Mijn andere teammate, die moest weer verder. Die moest iets volgens mij bij school. Dus vandaar dat we een nieuwe teammate hebben. Maar dit potje eventjes winnen. En dan hebben we het gehaald. Snel vuur. En dan zijn er natuurlijk een paar knokkers geschikt. En Jean is wel een van de beste. Die heb ik krachtlevel 11. Dus daar ga ik gewoon lekker mee spelen. En dan kunnen we de hele tijd door aanvallen. Dat is zo overpowered. Larry en Lauren, weet ik niet of dat het meest geschikt is. Maar we hebben een Frank tegen ons. En een Edgar. Op zich is dat wel chill. Alleen een Colt is eigenlijk echt goed in deze mode. Een Frank en een Edgar wat minder. Dus ik heb zo'n idee dat we dit wel moeten kunnen winnen. Kijk dan, ik kan lekker door aanvallen. Ding, 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 ding. Gewoon lekker door blijven hitten. En dat is wel erg fijn. Oké, dat is die Colt. Ja, inderdaad. Nu moeten we even uitkijken. Hier zo voor die Edgar. Maar zo enorm uitkijken is dat ook weer niet. Die Frank, die gaat nu ook dood. Het zou kunnen zijn dat hij dacht dat het de andere modifier was. Waardoor de teammates evenveel levens kregen als wat jij kreeg. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Want dan is Frank natuurlijk wel overpowered. Maar in deze modus is Frank zeker niet overpowered. Top, dat was Frank alweer. Ze hebben nog 0% gehaald onze tegenstanders. Terwijl dat wij al over de helft zitten gewoon. Oké, even die Frank pakken hier zo. En die Edguy die gaat hier onderlangs. Even kijken of we die kunnen hebben. Ja, die hebben we. Zit die Frank hier nog onder? Ja, die zit hier inderdaad. Maar ja, maakt allemaal niet meer uit. We gaan deze ronde sowieso winnen. Dit kunnen we niet meer winnen. Wow, yo, dit was wel echt raar dat we zo'n makkelijk team nu zijn tegengekomen. Zo, warme gadget inzetten. Niet nodig, want hij was al gekild. Die hebben we ook gekild. En dan kunnen we hier weer een kill maken. En dan is dat niet eens nodig geweest. 100% gehad. Onze tegenstanders hadden geen schijnvakant. En dat betekent dat we mythisch... Oh nee, diamant 1 hebben gehad. En daardoor krijgen we een mythische starter op erbij. Dus dat is wel nice. Ik ga er nu niet mee uitrusten. Ik vind die andere die ik nu heb ook wel nice. En dan gaan we binnenkort even kijken of we in Diamond ook kunnen gaan winnen. Maar een mythische starter op. En wat krijgen we? Een reactie voor Paco. Ik vind het mooi. Ik laat het erbij voor deze video. Ik wil James bedanken. Nu Milan ook. En natuurlijk mijn andere teammates die hebben geholpen. Jullie bedankt voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.